Het Surinaams knutselhoekje begint in mei met een knutselclub. Charalise Dwarkasing, voorzitter van het knutselhoekje, zegt dat de COVID-19-pandemie veel projecten van de organisatie heeft gestagneerd. Met de knutselclub worden kinderen in de gelegenheid gesteld om samen proefjes te doen. Met deze proefjes stimuleert het knutselhoekje stemeducatie, oftewel de ontwikkeling van science, technology, engineering en mathematics. We hebben een limiet van 30 kinderen, die we gaan splitsen in twee groepen van 15. En we gaan dus de proefjes doen die de stemeducatie bevorderen. En dan lukken van de kinderen die aan meedoen kunnen komen dan ook in onze video's die we ook plaatsen op YouTube. En bij de kinderen die dan gewoon keer per week komen correction bij ons. Hopelijk kunnen we wel doen volgens alle COVID maatregelen en dat we allemaal veilig kunnen zijn en gewoon kunnen knutselen. Ja, we doen heel wat proefjes. Elk proefje wordt één keer gedaan op YouTube. Het stem is zo breed, je kan van alles doen, weet je. Bij engineering kan je een brug bouwen van popsicle stokjes. We hebben heel wat proefjes in mind en ik zou niet te veel zijn om allemaal op te noemen. Dwarkasing zegt dat met stemeducatie kinderen vaardigheden worden aangeleerd die in de toekomst van groot belang kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling om niet alleen in Paramaribo zulke projecten uit te voeren, maar ook in de overige districten. We willen een project doen waarbij we stembootcamps gaan doen in de verschillende districten in Suriname. Namelijk Nikeri, Kamerwijnen, Marowijnen en Bokopondo, Loguanica en zo. Maar we willen niet alleen Paramaribo willen pakken, want dat gebeurt meestal. Men doet echt bijna alles in Paramaribo en zo. We willen ook daarna daar buiten gaan. En hopelijk vanaf juli willen we starten tot augustus zo. Dat was Charalise Dwarkasing, voorzitter van het Surinaams knutselhoekje.